Voorzitter, bedankt. Voorzitter, vandaag hebben we onder de hamer de conceptwet houdende regels in zaken preventie en bestrijding van corruptie, de zogenaamde anticorruptiewet. Deze wet is reeds in 2002 op de agenda van de Nationale Assemblée en nu bespreken wij het weer met de vele aanpassingen die de afgelopen jaren zijn aangebracht. Ik sta hier met gemengde gevoelens, omdat we weten dat corruptie enorme schade toebrengt aan de mogelijkheden van het volk en dat wij corruptie moeten bestrijden. Maar wanneer wetten worden behandeld, dienen die ook nageleefd te worden. We kunnen niet een situatie hebben dat wanneer de wet niet in ons straatje past, wij wijzigingen proberen door te voeren om de consequenties van die wetten ongedaan te maken. We hebben recent gezien hoe de terugroepwet van de volksvertegenwoordigers met man en macht binnen de Nationale Assemblée wordt bestreden om zo ervoor te zorgen dat terugroepen leden toch nog hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de coalitie binnen de Nationale Assemblée. Ook kan genoemd worden de wijziging in de wet op leningenplafond, waarbij steeds wegen worden bewandeld om ervoor te zorgen dat monetaire autoriteiten sancties binnen de wet kunnen ontlopen. Kortom, voorzitter, zolang wij niet bereid zijn de consequenties te verbinden. Ja, maar ik kan dit natuurlijk niet echt laten passeren. U beschuldigt het parlement dat we een wijzigingen hebben gebracht in de leningenwet om ambtsdragers sancties te laten ontlopen. Kunt u zeggen welke wijzigingen? Voorzitter, er is, als u daarover specifiek wilt praten, het leningenplafond. Er is een wet welke is aangenomen in 2002. Waarbij er afspraken zijn gemaakt dat wat ons nee, is overkomen. Nee, u moet me zeggen welke wijzigingen. Ik geef aan toch? Nee, ik heb u een vraag gesteld, want u heeft een duidelijke beschuldiging geuit. En nu moet u zeggen welke wijzigingen zijn voorzitter, aangebracht. Dan moet u nu opstaan van die stoel en gaan zitten in die zaal. Dan kunnen we discussiëren. U bent voorzitter en u moet me de ruimte geven. Lid Ruslan, die hamer is in mijn hand. Tot vandaag. Morgen weten we niet. Lid Ruslan, ik moet u bij de orde houden. Ik moet opletten wat u zegt. U beschuldigt de Nationale Assemblée, waar u zelf deel van uitmaakt, dat leden, kunt u even rustig luisteren? Kunt u... Lid Etnel. Lid Etnel, ja, lid Rusland, ik vraag u gewoon, omdat het belangrijk is. U heeft gezegd dat er wijzigingen zijn aangebracht in de wet om gezagsdragers te beschermen tegen vervolging. Welke wijziging? Dat is de vraag, niets anders. Nee, lid Doekie, rust. Voorzitter, ik heb twee voorbeelden aangehaald. Om aan te geven. Voorbeelden van de wet staatsschuld. Mag ik? Geef me. Is de bedoeling dat ik niet mag praten? Dan ga ik zitten. Welke ik wil rustig uitleggen waar ik het over heb, maar u onderbreekt nee. me steeds. U moet me een antwoord geven op die vraag. Oké? Okay? Lid Rusland, gaat u gang. Kan ik doorgaan? Voorzitter. Ik heb twee voorbeelden proberen aan te geven, om aan te geven dat wanneer wij wetten hier maken, dat wij ook volledig achter die wetten moeten gaan staan. En wanneer wij weten dat de politieke wil niet aanwezig is om wetten uit te voeren,
dan zeg ik, dan heb ik gemengde gevoelens, ja. Om vandaag hier te staan, om te praten over de anticorruptiewet. Goed, het is een goede bedoeling, het is een goede wet. Lid Rusland, dat hebben we gehoord. Maar het ging niet daarover. U heeft een uitspraak concreet gedaan. Dat we hier de wet op de staatsschuld hebben gewijzigd. Om zodoende de gezagsdragers voor vervolging te behoeden. Welke wijziging? Dat is mijn voorzitter, vraag. Er is een leningenplafond in de wet. Wanneer nu de regering komt met voorstellen om aanpassing te plegen daaraan, omdat men ziet dat door het wanbeleid we in een situatie zijn beland, dat er extra leningen gesloten moeten worden, dat het land in problemen komt, dan worden er maatregelen, worden voorstellen gedaan voor wijziging van de wet, waardoor je het leningenplafond niet kan overschrijden. We hebben recentelijk nog een voorstel gehad van de regering op het leningenplafond, waarbij we hebben afgesproken 60%, om dat aan te passen naar 80%. Gelukkig dat u ook heeft ingezien dat dat niet acceptabel is. En de regering heeft zal de zaak moeten terugnemen en dan gaan we daarover weer plaatsen. Maar dat zijn pogingen om ervoor te zorgen dat er zaken worden gedaan buiten de wet. Dat bedoel ik. Ja, goed, let Rusland. U heeft dus geen voorbeeld kunnen geven dat we een wet hebben aangenomen. Als u dat niet heeft gehoord, dan kan ik u niet helpen. Dat we een wet hier hebben aangenomen. U heeft correct gesteld dat de regering een wet heeft gestuurd naar het parlement. En dat wij, ik en u, hebben aangegeven dat wij niet zonder meer het leningenplafond gaan verhogen. Dat heeft u correct gezegd. U heeft toch een terugroepwet hier zo geïntroduceerd en aangenomen. Een dag voordat de rechter uitspraak zou doen. Dat zijn wetten, gelegenheidswetten. Lid Rusland, rustig. Ik praat rustig met u. Lid Rusland, we praten heel... Nee, het moet heel duidelijk zijn wat u hier zegt. U heeft meningen geuit over wetten en u heeft mij niet gehoord. U heeft meningen geuit dat de ene gelegenheidswetgeving volgens u door de andere is teruggenomen. U heeft meningen geuit. Ik heb niet geïnterveneerd. Ik heb u rustig laten praten. Maar wanneer u zegt dat hier een wet is aangenomen om overheidsfunctionarissen of gezagsdragers te beschermen tegen vervolging, dan is dat erg belangrijk en ik weet van niet van zo'n wet, dus ik vraag u om dan aan te geven welke wet. En u kunt het niet aangeven, terecht zegt u, nee, de regering had één ingediend en we hebben gezamenlijk gezegd, we gaan het anders aanpakken. Dus ik denk dat u moet opletten hoe u zaken formuleert, omdat wat u geformuleerd heeft, dus niet waar is. Oké, let Rusland. Wat u daar aangeeft is uw mening. Ik ben lid van de Nationale Assemblée en ik heb mijn mening ook. En mijn mening is dat dat wel gebeurd is. En u mag dan zeggen, u mag verschillen van mij met mening. U mag met mij verschillen van mening. Daar heb ik totaal geen problemen mee. Nee, maar dat... Let Rusland, als u me niet kan aangeven welke wijziging we hier hebben aangenomen, moet u die woorden terugnemen. U mag uw mening hebben en ik kom niet aan uw mening. Ik? Als u had geformuleerd, lid Rusland, dat de regering hier zaken indient met die bedoeling, dat is uw mening, dat mag. U mag vinden dat andere wetten die zijn aangenomen volgens u niet moesten, mag ook, doe ik ook. Maar als u zegt dat hier een wet is aangenomen om mensen te behoeden voor vervolging, dan moet u kunnen aangeven wat hier is aangenomen. En als u dat niet kan, dan moet u die woorden terugnemen. Lid Rusland, u bent met me eens? Want dat is geen mening. U heeft een feit hier gezegd, een feit. En heeft als u dat niet, feit niet kan heeft bevestigen... Heeft u niet een wet aangenomen om de definities te veranderen voor wat betreft het leningenplafond in relatie daarmee? De wetten zijn toch aangenomen? En u kunt dan uw mening hebben. Ik heb mijn mening, laten we verder gaan. Of neemt u een woord, stuurt u me uit de zaal als u wil. Let Rusland, er was geen sprake van tijdens...
wetten die eerder zijn behandeld, was er geen enkel sprake van, niet bij de oppositie, niet bij de coalitie, niet bij niemand, dat er op dat moment een situatie was dat gezagsdragers mogelijkerwijs zouden worden vervolgd. Het is ruim van tevoren gedaan om te zorgen dat de zaak in goede banen kan worden geleid. Dus u houdt hier een redenvoering en u houdt een statement die niet klopt. U kunt het niet hard maken en dat betekent dat het niet waar is. Uw mening mag u hebben, ik ga niet aan uw mening komen, maar dit is geen mening. Dus ik vraag de leden om wanneer ze hun redenvoering houden, om de feiten geen geweld aan te doen. U mag uw mening hebben. U mag helemaal van mening verschillen met iedereen. Maar u moet wel feiten hier aanhalen. En dingen die niet kloppen, moet u niet zeggen, lid Rusland. Lid Gayadini van punt van orde, wordt het ondersteund. Voorzitter, we zijn hier gekomen om een wet te behandelen. En zoals we daar hebben gezien, dat de spreker bezig is zijn betoog op te bouwen en duidelijk aangeeft hoe er geïnterveneerd is. Er is een machtigingswet bijvoorbeeld hier in het parlement aangenomen om een leningenplafond daarvan af te zien. Voorzitter. Wat is uw punt voorzitter, van orde? Dus ik vind dat de spreker voort kan gaan zoals hij bezig is zijn betoog op te zetten. En goed. U als voorzitter van het parlement niet kan interveneren in of het waar is of niet waar is. Dat is uw mening. Dan moet u daar gaan zitten en uw mening verkondigen. Lid Gayadin, wanneer u voorzitter bent, dan laat u voorzitter, het lid doorpraten. Voorzitter, we praten nu over... Goed. Lid Gayadin, lid Rusland, ik heb geen mening. Ik vraag het lid Rusland om te bevestigen wat hij heeft gezegd. Hij kan het niet. Ja, hij kan het niet bevestigen. En daarom vraag ik dat de leden, wanneer ze hun redenvoering houden, en ze zijn vrij om hun mening te uiten, echt vrij, maar wanneer ze hun redenvoering houden, houdt u zich aan de feiten. Laat u zich niet meeslepen door een behoefte om bepaalde dingen te doen. We hebben meegemaakt een paar weken geleden ook zulke dingen, dat dwars tegen alle bekende feiten in leden bepaalde beweringen hier doen. En dat is niet goed. Dus u moet zich aan de feiten houden, lid Rusland. Voorzitter, ik ben uit huis gegaan om hier een bijdrage te leveren aan een zeer belangrijke wet die wij hopen dat we uiteindelijk in staat zullen zijn om die aan te nemen. Ik had niet verwacht dat ik hier tijdens mijn betoog constant onderbroken zou worden met allerlei opmerkingen. Ik ben niet van de NDP, ik kan niet uw mening hebben. Ik heb mijn eigen mening en ik vind dat ik de ruimte moet hebben om mijn mening te ventileren. Mevrouw de voorzitter. U heeft de ruimte. Begint u met me te zeggen welke wet is gewijzigd waarbij er een ambtsdrager in problemen zat. En we hebben die wet gewijzigd om die ambtsdrager voor vervolging te beschermen. Welke wet? U kunt gewoon toegeven dat u de zaak verkeerd heeft geformuleerd. U heeft het verkeerd geformuleerd. En ik moet u daarop wijzen. Er is niet zo'n wet aangenomen hier, dat weet u. En dan moet u dat niet zo formuleren. Voorzitter, ik heb twee gevallen genoemd. Eén geval met betrekking tot leningenplafond en één geval met betrekking tot de terugroepwet. Die gevallen zijn genoemd, die gevallen zijn hard. En u kunt zeggen dat het er niet is. Gaat u de handelingen na, u heeft toch twee wetten aangenomen. Eén nee, op de valreep de dag wetten, voor de rechter een uitspraak zou doen. En een wet om de definities met betrekking tot staatsschulden en dergelijke aan te passen. Waardoor er meer ruimte ontstaat om te lenen. Dat heeft u gedaan. Dat is geen onwaarheid. En waarom schaamt u zich niet ervoor om dat te zeggen? Zegt u het gewoon. Lid Rusland,
Als u formuleert... Mevrouw Vreed, snap, u weet niet waarover u praat, dus houdt uw mond. Lid Rusland, als u formuleert dat er hier wetten zijn aangenomen... Als u formuleert dat er hier wetten zijn aangenomen om de plafonds te verschuiven, dus de lokale en de internationale te verschuiven, niet het totale plafond te verhogen, maar de plafonds te verschuiven, dan klopt dat. Dus als u dat had geformuleerd, dan is er geen wolkje aan de lucht. Het punt is, wat u heeft geformuleerd, is dat er een wet is aangenomen om ambtsdragers voor vervolging te behoeden. En dat is niet gebeurd. Alle vergaderingen van dit college zijn openbaar. Er is een wet aangenomen een paar dagen geleden, conform artikel 3 lid 5 van de wet die u zelf heeft aangenomen in 2002, die opening die mogelijkheid heeft geschapen. Dus er is niet, het is niet waar wat u heeft gezegd en dat moet u toegeven. U had het anders kunnen formuleren als u zegt, u heeft al eerder ruimte geschapen zoals u dat net heeft gezegd. Het college heeft dat gedaan, niet ik. Dan klopt het. Wanneer u zegt wat u heeft gezegd, dan klopt het niet. En ik ga u dus vragen om erop te letten, alle leden, dat u correct formuleert en dat u de juiste zaken aanhaalt en geen dingen zegt die niet kloppen. Het komt de laatste tijd vaker voor. Lid Bova, punt van orde, wordt dat ondersteund? Voorzitter, bedankt voorzitter. Maar wij moeten van deze kant uit, voorzitter, ook de orde van de vergadering die u wenst te garanderen, voorzitter, ondersteunen. Omdat we, het lid zegt het terecht, hier zijn gekomen om een wet te behandelen wat op agenda staat. En tot nu toe hebben we dat niet gehoord. Wat we wel hebben gehoord, voorzitter, is de vergissing die het lid heeft gemaakt om ons te brengen op de discussie die we nu voeren. Ik wil vragen, we hebben met z'n allen hier, en wanneer de Nationale Assemblée, ongeacht de verhouding in de Nationale Assemblée, voorzitter, een wet heeft aangenomen, is het de wet van de Nationale Assemblée. Daar hoeven we het niet mee eens te zijn, voorzitter. Het is de wet van de Nationale Assemblée. En wij vragen daar met alle respect mee om te gaan, voorzitter. Wat wij zien inderdaad is disrespect, maar misschien is het lid zich onvoldoende bewust van. We zijn blij, voorzitter, dat u op dat pad bent begaan om het lid op het correcte pad te brengen. We willen van hieruit, voorzitter, het geachte lid vragen, we weten dat hij niet op confrontatie uit is, het geachte lid vragen om die woorden te kiezen, voorzitter, dat vanuit het parlement aanvaardbaar is, voorzitter. Laten we het daarop houden, zodat we verder kunnen gaan met die vergadering. Want dat is wat we willen. We willen hier de anticorruptiewet hebben. Olangakba, laat ons niet misleiden door formuleringen die de Nationale Assemblée te niet doen. Lid Rusland, uw opmerking is onterecht en is ongefundeerd. Wij vragen u om dat te verlaten naar een meer parlementair aanvaardbare benadering. Dank u wel. Ik schors de vergadering. Hervat de geschorste vergadering. De schorsing was nodig om... ik heb de vergadering geschorst. De schorsing was nodig om bij deze belangrijke wet wat rust te brengen. Ik heb met het lid Rusland wat overleg gepleegd over wat toch eigenlijk de bedoeling was. Het is natuurlijk heel prettig als leden hun redenvoering gewoon kunnen afmaken. Dus ik ga het lid Rusland het woord geven, zodat hij gewoon even uitlegt wat de bedoeling van zijn statement was. En dan kunnen we hopelijk verder gaan met de vergadering, lid Rusland. Voorzitter. U heeft nader uitleg gevraagd over wat ik eigenlijk gezegd heb. Ik heb aangegeven dat ik heb twee voorbeelden genoemd. En bij het eerste voorbeeld natuurlijk over de DNA-leden. En het tweede voorbeeld ging over de wet die is aangenomen.
waarbij er een herdefinitie heeft plaatsgevonden van zaken met betrekking in de relatie met het leningenplafond. En door de wet die is aangenomen in de Nationale Assemblée is er een situatie ontstaan dat als de regering een x-bedrag zou kunnen lenen op basis van de bestaande wet toen, dat met de herdefiniering van zaken de ruimte voor leningen x plus is geworden. Dus dat men extra kon lenen. En natuurlijk zullen we verder niet uitweiden. Maar we zullen zetten puntjes, puntjes, puntjes. En dan kan men zelf de conclusies daaruit trekken. En dan ja, ik dus als ik u goed begrijp, bedoelt u, met de wet waar u het over heeft, heeft de regering meer leenruimte gekregen. Dat is wat u bedoelde met uw statement. Okay. Ja, men dreigde op het plafond te komen. Aan het plafond te komen natuurlijk. Men heeft natuurlijk dat kunnen zien aankomen. En men heeft een andere weg gevolgd om ervoor te zorgen dat men die lijn dus kon ontwijken. Bedankt.